Welkom bij Young & United Straatwerk. Er is een krapte op de arbeidsmarkt en dat betekent dat er meer vraag is naar werknemers. En wij willen graag weten, merk je daar wat van en hoe ga je daarmee om? Op dit moment wel. Ja, dit is echt zo'n post-corona periode waar ja, er inderdaad nu heel veel vraag is en van alles tegelijk gebeurt. En ik vraag me af of dat zo blijft. Ik zie daar al een vacaturebord staan bijvoorbeeld. Kom ons versterken en dat soort dingen. Je ziet overal voorbij komen, ja. Ja, ik merk er wel wat van. Ik werk zelf in de horeca. En ik merk wel veel van dat je er vaak alleen een beetje voor staat, weet je wel. Dus dan zou het wel handig zijn als er meer collega's bij komen. Ik werkte zelf ook in de horeca, maar uiteindelijk heb ik nou ook een nieuwe baan gevonden. Omdat gewoon veel meer, zeg maar, aangeboden wordt. Iedereen die komt naar je toe van, zoek jij nog werk en zo. En dan krijg je gewoon de beste aanbod eigenlijk. Dus dan denk je, ja, dan ga ik wel ergens anders werken. Dus dat is bij mij eigenlijk gebeurd. Bij mijn studie informatiekunde, dan heb je bijvoorbeeld dat ze heel veel mensen komen langs bedrijven, allemaal echt heel erg lokkertjes om je toch eraan in te komen te krijgen. Ja, op die manier proberen ze een beetje binnen te krijgen eigenlijk. En maak je er ook een beetje gebruik van dat er meer vraag is naar jouw vaardigheden op dit moment? Heel hard werken. Ja, dus ik kan nu even de stad in, maar dat is een uitzondering. Ik ben veel aan het werk. Een paar euro meer kan je vragen, tenminste ik kon dat wel. Het ligt natuurlijk aan hoe goed jij werkt. Maar als ze blij met jou zijn, en ik heb daar zoals ik al zei 3 jaar gewerkt, dan kan jij daar wel alles. Je hoeft jou niet meer in te leren. Je staat alleen in de zaak, bij wijze van. Dus dan kan je echt wel meer vragen. Dus ik zou het ook gewoon doen, gewoon vragen. Niet zo bang zijn, gewoon doen. Ja. Weet je, ik voel me heel bevoorrecht om te zeggen, maar als ze zeggen, ja, laptop van de zaak, ja, oké, okay, misschien dat niet. Maar als ze met een goede locker komen, als bijvoorbeeld, weet je, flexibele vakantiedagen, dat soort dingen, dat vind ik nou echt dingen die meer belangrijk zijn. Maar ja, weet je, een laptop van de zaak, ja, ik heb zelf ook een laptop, dus ja, weet je, dat maakt dus niet heel veel uit. Voor mezelf zou ik denk ik op zoek willen naar iets meer balans. Dus dat je gewoon het hele jaar door lekker kan werken, maar dat het niet 3-4 producties tegelijk is, dat je wat meer tijd hebt om te chillen, dat denk ik. Misschien moeten bedrijven het wat aantrekkelijker maken voor jongeren om in de horeca te willen werken. En dan denk ik dat het vanzelf ook wat rustiger wordt op het werk. Of ja, de druk wat minder wordt op het werk. En stel, als potentiële werkgever, hoe zou ik jou kunnen overtuigen om bij mij te komen werken? Nou ja, door natuurlijk loon. Ja, kan je ook zijn. Loon natuurlijk. En als je een heel tof team hebt, dat zou echt, ja, dat zou mij wel kunnen overhalen om bij jou te kunnen werken. Ja, hoger loon natuurlijk. Wat denk jij dan? Want als er zoveel vragen is, mogen ze mijn loon ook een beetje omhoog krikken, toch? Dat, ja. Maar jij hebt het nog niet gedaan. Nee, klopt. Dan zeg je wat, hè. Ja, dan wil je wat en dan doe je er niks aan. Ja, ja, dan druk je vinger op de zere plek. Ja. Ik zou graag misschien op een 4 dagen in de week willen werken. Dat vind ik toch fijn. Weet je wel, en ik van ja, waarom zou ik 5 dagen in de week werken om dan 2 dagen niks, ja, een beetje kut. Dus dat zou ik ook wel fijn vinden. En als het daarvoor flexibel kan zijn, dat je bijvoorbeeld 4 dagen kan werken en flexibele vakantiedagen, ja, dat zou ik gewoon heel fijn vinden. Ja. Dus dat zijn allemaal zaken eigenlijk om nu nog even mee te nemen voor het eind van je studie, om het dan in te zetten. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. En dat was hem voor vandaag. Er is een krapte op de arbeidsmarkt en die krapte is te merken, maar nog niet iedereen doet er wat mee. Dus weet dat het kan, die kansen liggen er en nou moet je ze nog pakken.